Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Hoe pas je de cover aan van een highlight? Anders gezegd, hoe kan je van een hoogtepunt de omslag wijzigen? Ik ga in deze video niet uitleggen hoe je een cover moet maken. Je kan elke story gebruiken als cover. Dus je maakt een story en je zorgt dat de story of verhaal wordt opgeslagen in het archief. Archiveren van stories moet ingesteld staan op je account. Ik heb er een apart filmpje over gemaakt. De link verschijnt nu rechtsbovenaan. De link staat ook in de beschrijving. Ik leg het vlug even uit. Je opent natuurlijk Instagram. Dit is bij mij het geval. Klik rechtsonder op je avatar. Klik dan linksboven op het klokje. Klik rechtsboven op de drie puntjes. Je kiest instellingen en hier staat opslaan in archief en dit moet aanstaan. Dit moet dus blauw zijn. Ik heb een paar dagen geleden een nieuwe milestone behaald op mijn YouTube kanaal, namelijk 700 abonnees, waarvoor dank aan al mijn kijkers en natuurlijk abonnees. En daar had ik een story van gemaakt en staat nu in het archief. Het beeld van die story wil ik nu als cover op dit hier. Op deze highlight YouTube milestones. Dus de story staat in het archief. Je opent natuurlijk Instagram. Je selecteert rechtsonder je avatar. Dan selecteer je linksboven het klokje. En dan zie je hier het archief. Bij mij is dit het archief van de stories, van de verhalen. Hier selecteer je bovenaan, daar heb je twee archieven van verhalen en van berichten. Als ik op berichten klik, staat daar niets. Dus het kan zo staan bij jullie. Dus je selecteert archiveren en dan verhalen. En dan krijg je het archief van de stories. Het plaatje van mijn 700 abonnees milestone, deze hier. Die wil ik gebruiken als cover voor mijn hoogtepunt YouTube Milestones. Deze foto die moet echter eerst in het hoogtepunt van YouTube Milestones staan. Anders kan je het niet selecteren als cover. Je klikt op dit plaatje in het archief. Dan selecteer je hier uitlichten rechtsonder. En ik wil deze foto in YouTube Milestones hebben staan. Voilà, toegevoegd aan YouTube Milestones. Ik wil de cover van YouTube Milestone wijzigen. Dus we gaan terug. Dus dit is mijn YouTube Milestone highlight. Die cover die wil ik wijzigen. Die staat momenteel op 175.000 views. Daar ben ik al aan voorbij. Ik sta momenteel op 190.000 views. Dus je houdt je vinger op deze highlight en je kiest hoogtepunt bewerken. Je ziet ook dat de foto 700 abonnees erbij staat en bovenaan staat omslag bewerken, dus je cover bewerken. Dat selecteer je en je kiest onderaan de foto die je als cover wil hebben. Je slide naar links. Nu is deze foto als cover. Je kan de foto nog verplaatsen. En je kan ook nog verkleinen of vergroten met je vingers. Dat probeer je zelf maar eens uit. Voilà. Ik denk dat het zo goed is. Ben je tevreden? Dan klik je op klaar. Hier verandert hij al en je klikt nogmaals op klaar. Hier staat nu nog wel 175.000 views, maar je beweegt het scherm eventjes. En hij verandert in 700 abonnees. En je ziet nu, de cover van de highlight YouTube Milestones is gewijzigd. Probeer zelf ook maar eens de cover van een van jouw highlights te wijzigen. Succes ermee! Geef me een vette duim omhoog.
abonneer je gratis op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel dit filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!